Ik had er gewoon keihard terug moeten slaan. Dan heb je nu geen moeder meer gehad. Ja, meteen al mijn problemen opgelost. Als mijn moeder belt, of wat dan ook, ik ben er niet, dat jullie het weten. Wat is er precies gebeurd? Mijn moeder wil ineens ook verhuizen naar Utrecht. Ik vond dat belachelijk en... Toen sloeg ze hem. Ja, recht in mijn gezicht. En ik had de politie al gebeld dat ik aangifte wil doen van stalking. Dit komt er nu ook bij. Je kunt aangifte doen. Maar wil je dat? Ik hoef dit toch niet te pikken? Met die moeder van jou valt toch altijd heel erg goed te praten? Ja, ze was gewoon in paniek. Gast, ze luistert niet. Ze is het volledig kwijt. Ja, je kan natuurlijk aangifte doen, maar dat wil je niet, hoor. Nee, die constante bemoeizucht van haar, die wil ik niet. Geweld is nooit goed te praten. Maar jij zit nog in je proefperiode. Ik heb niks gedaan. Je raakt weer verwikkeld in een geweldsconflict. Schuldig of niet schuldig. De kans is groot dat je in een nazorgstraject belandt. Je moeder raakt haar baan kwijt. Jullie komen in een juridische mallenmolen. Weg toekomst. Weg muziek. Wil je dat?